Hey kijkers van ShadowGames23, ik ben Ronald en vandaag heb ik jullie een nieuwe serie hier op ShadowGames23. En jawel jongens, het is Minecraft Pixelmon. En jongens, het spijt mij enorm dat ik de afgelopen uh, je aflevering van Pixelmon van YouTube heb afgehaald. Maar dat had een reden, mijn map die was kapot gegaan door de nieuwe update van Pixelmon. Hij wou niet meer opstarten en ik kreeg allemaal crash reports op mijn scherm. En ik had het gevoel alsof er één of ander... Uh, Buk dingetje in zaten. Alleen dat was niet zo. Want normaal deed hij het wel gewoon goed. Dus ik snap niet wat er aan de hand was. Maar ik heb gewoon de wereld verwijderd. En gewoon zoiets gehad van. Oké, okay, nou. Staat één aflevering op YouTube. We gaan gewoon overnieuw beginnen. Met de nieuwe versie van Pixelmon. Dus jongens, ik ben hier nou bij Minecraft. We gaan zo meteen de nieuwe versie van Pixelmon uitproberen. Ik heb gehoord dat er nou nieuwe graphics zijn voor sommige Pokémons. Er waren nieuwe items. Er zijn een ton met nieuwe Pokémons. Ik heb werkelijk geen idee wat er allemaal is. Ik heb trouwens ook nog drie andere mods geïnstalleerd: uh, Bibliocraft, minimap en uh, crafting guide. Nou wat Bibliocraft doet is niet echt heel veel boeiends. Er wordt wat extra basic furniture toegevoegd aan Minecraft en uh, nou wat lampjes of stoelen, wat tafels en dat soort meuk allemaal. Dus dat lijkt wel heel cool om uh, nou mijn huis een beetje meer in te richten en zo. Nou, dan heb ik ook nog de crafting guide mod. Een crafting guide die, uh, uh, ja, die geeft alle crafting recipes van de Minecraft Basics, van Pixelmon, van Bibliocraft. Gewoon alle mods uh, ja, die je op dat moment hebt geïnstalleerd, die laat hij allemaal zien. Daar hoef je niet op Google voor te zoeken. Kun je gewoon lekker uh, die crafting guide maken. Ik heb geen idee hoe ik de ding eigenlijk maak. Volgens mij moet ik iets met de crafting bench en boekjes en papier of zo Nou, in ieder geval. Je hebt dus alle lekkere crafting recipes. Die staan super handig, super mooi. En dan heb ik ook nog deze minimap. Die heb ik puur voor het feit dat ik niet ver waal, want daar heb ik echt geen zin in in deze serie. En jongens, trouwens, uh, deze nieuwe versie van Pixelmon 2.5 is nou voor Minecraft 1.6.4, dus dat is heel mooi. Dan, uh, jongens, kunnen jullie mij trouwens ook volgen op dit avontuur. Jullie kunnen uh, dezelfde sheet gebruiken die ik ga gebruiken. De sheet die ik ga gebruiken is gewoon leuk Pixelmon. Ik ga het gewoon uitproberen, ik heb geen idee wat het gaat doen, maar gewoon de sheet Pixelmon. Staat hier in de beschrijving. Hij is voor 1.6.4. Dus dat staat er ook achter. Dat jullie uh, later in de serie je daar niet uh, druk hoeven over te maken. En er staat er trouwens ook nog een uh, ja, apart stukje. Uh, met uh, alle downloadlinks voor alle mods die ik heb. Dus jongens, jullie hebben het gewoon hartstikke makkelijk. Pixelmon installer is super makkelijk die ik heb gemaakt. Of, nou, ik heb hem niet gemaakt. Ik heb hem van Skydash gehaald en zo. Dus um, ja, het is gewoon klik-klik. En je hebt Pixelmon en alles. Dus super makkelijk. Maar goed, we gaan die sheet maar eens even uitproberen. Dus even kijken. Create a New World. Oké. Okay. Nou, World Name doen we gewoon denk ik Pixel. Ermon Adventure. Pixelmon... Ad, nou, dat schrijf ik helemaal niet goed. Adventure. Zo schrijf ik het goed. Oké, okay, uh, More World Options. Dus seeds, Nou, ik denk gewoon Pixelmon. Kleine letters. Pixelmon. Uh, done. En Create a New World. Alsjeblieft laat Pixelmon geen hele adminnen in de oceaan zijn. Oh, wat is dit nou? Niet weer die bukken. My god. Dit is een fan made, oh, Wat is dit nou? Oké, okay, start starten Pokémon's. Oké, okay, prima. I am not going to question it. Maar goed, we hebben Paul, Chikorita, Trico, Turtric, Squirtle, Totodile, Mudkip, Peplup, Charmander, Simnaquil. Oh, wat een vol. Het valt mij wel op. Ze hebben het niet. Chimchar. What the fuck? Uh... Geweldig. Nou, dan moet ik mijn uh, 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 ja, andere favoriete starters maar eens even gaan bekijken. Uh, Totodal en uh, Simnqueel vind ik super episch. Turtwig ook wel. Alleen Pokémon zijn volgens mij niet heel goed in uh, Pixelmon. Dus ik denk dat ik gewoon lekker met Totodile ga. Simncoel is ook wel heel cool, maar ik wil gewoon eens even wat anders proberen. Dus uh, Totodal. Oké, okay, geweldig. We zijn gespawnt midden in Antarctica GG Ronald GG. Even kijken. Goed wel. Oh, wacht. Ik zal die graphics eens even uit gaan proberen. Total Dan 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 dan. Oh my god, die graphics zijn echt wel geboost, hè. Holy shit, die vind ik wel lijp. Oh my god. Ja, yeah, die graphics bevallen mij wel. Eens even kijken goed. Wel, Minecraft Basics voor the win. We gaan maar eens even wat boompjes omhakken. We gaan maar eens wat uh, eten verzamelen. Ik denk dat we het beste wat uh, Magic Carp's kunnen gaan doden of zo. Ik weet het niet. Moeten we even kijken. En uh, nou ja, we zullen we zelf wel eens even een uh, fatsoenlijk biome tegenkomen. Waar we kunnen gaan wonen. Want volgens mij zijn op dit uh, biome geen Pokémon-centers te vinden. Dus uh, dat is wel heel shit. Maar goed. Pixelmon is nog in development. Dus uh, ja. Likboekool is bijvoorbeeld dat ieder biome gewoon regelmatig Pokémon-centers tegenkomt. En dat je niet bijvoorbeeld een uur moet reizen voor één zo'n klein kut-Pokémon-center. Maar dat er gewoon uh, bijvoorbeeld dat daar dan ergens een Pokémon-center was. En dat, uh, nou weet ik wel, die kant op ergens een Pokémon-center was of zo. Dat het een beetje verdeeld was. En dat je niet overal hoefde te gaan zoeken. Dat je ook bijvoorbeeld hier gewoon jezelf kon vestigen in het begin van de game. Want nou ja, ik heb een Pokémon set nodig, want anders kan ik niet trainen en ja, dat gaat niet fatsoenlijk worden. En dan moet ik eerst gaan mijnen van diamonds en dan moet ik eerst een goed huis bouwen, want ik kan die hele niet verplaatsen. Dus Gaan we allemaal nog niet doen? Ik heb eigenlijk helemaal geen idee wat voor huis ik wil gaan bouwen in deze serie. Ik denk gewoon iets van een basic hutje in het begin of zoiets. Werkelijk geen idee. We zullen uh, vanzelf wel eens even wat gaan uh, opzoeken waar ik mij wil gaan vestigen. Eens even kijken, goed. Wel, nou, ik heb ook wood, dat is nice. Zo, so, even wat kreften. Hatsikidee. En jongens, als jullie deze serie nu al ook. Oké, okay, dat was een fail, ja. Maar als jullie deze serie nou leuk vinden, jongens, vraag ik maar één ding van jullie. Laat alsjeblieft even een like achter. Het helpt mij zo enorm. En het helpt jullie ook, want als jullie heel veel likes gaan achterlaten, dan geeft het mij weer motivatie om meer pixelmon op te nemen. En dan krijgen jullie dit zo vaak mogelijk te zien. Dus, um... Ja, eens even kijken. Zo, dit is wel uh... Uh, redelijk, denk ik. Oké, okay, goed zo. Goed, nou, nu gaan we maar eens even zoeken naar een Pokémon Center. En sowieso een normaal bos, want ik heb apricots nodig. Hallo meneer of mevrouw Jinx, hoe gaat het met u? En lag Spikes, natuurlijk, kan het ook anders. Als ik ga leggen, jongens, kan ik niks aan doen. Oeh, hallo. Ik geef een Cobblestone mee, dat trouwens. Maar als ik ga leggen, jongens, ik kan er geen reet aan doen. Dit is gewoon de World Generation. Dat heeft iedereen die Minecraft opstaat. Het is bij mij al veel minder dan vroeger. Want nou, mijn computer is best wel, uh, best wel goed, dus. Uh... Ik moet er niet zoveel problemen mee hebben dat uh, het allemaal niet werkt en alles. Dus even kijken. Oké, okay, goed. Dum導u, oh ja, trouwens, jongens. Um, ik wil nog even één ding vertellen aan jullie. Als jullie leuke ideeën hebben, of als jullie leuke onderwerpen hebben om over te kletsen, laat het achter in de comments. Hebben jullie vragen, mag je het ook achterlaten. Want nou ja, het is dus een, een, een ja, solo survival. En ja, ik ga gewoon maar eens proberen hoe het mij afgaat met uh, de Minecraft Basics en alles. wat het is een tijd geleden dat ik dit heb gedaan. Het is überhaupt een tijd geleden dat ik Pixelman heb gedaan. Ik heb werkelijk geen idee. Hoe ik uh, al die Pokeballs maak. Het enige wat ik weet is hoe ik een normale Pokeball, een Ultra Ball en de Great Ball moet maken. Maar ik heb geen idee hoe ik al die andere moet maken. Maar hebben jullie leuke vragen naar mij? Of uh, leuke ideeën om over te kletsen? Onderwerpen? Laat het achter, laat het achter. Ik, ik, ik ga het sowieso allemaal behandelen als het een beetje fatsoenlijk is. Want ik, 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 ik weet anders niet waar ik het over moet hebben in deze series. Even kijken. Oké, okay, goed. Nou, nu gaan we eens even Stone Tools maken. Uh, ik zei, nu gaan we even de stone tools maken. Goed, schoonhout. Even kijken, ik doe gewoon dit zo. Hup. En dan uh, maken we twee van die. En dan maken we nog zo'n 1. En dan maken wij nog even zo'n Ik zei, zo'n 1. En nu we toch bezig zijn. Zo'n 1. En zo'n 1. En nu kunnen we dit wegdonderen. En dit kan hier. En dit kan daar. En dit kan allemaal hier. En dit mag daar. En dit kan allemaal hier wel naartoe. En dit mogen we allemaal daarin zetten. Oké, okay, prima crafting meenemen natuurlijk, even kijken, is hier kool, kool, is hier kool, ik heb kool nodig namelijk, want anders zie ik straks geen kut als het donker is, wat is dit, is dit het nee, dat is iron, oeh, iron is handig, kunnen we het gebruiken voor poekieballs, waarom is hier geen kool jongens, mag ik even uitleggen alsjeblieft, nou, dan mag geen kool, jongen, 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 wat moet een mens doen om kool te krijgen in Pokémon? Even mijn mic wat anders zetten, en, uh, zo. Oh, pff, faal, hier is gewoon kool hier. Wauw, Ronald, echt heel goed gedaan, jongen. Prachtig. Dus even zien, zo, Koolmijnen. we Kunnen in ieder geval wat uh, torsjes maken of wat uh, vis koken straks. Want we moeten dus uh, even wat matchcups gaan killen, want daarvan uh, kregen wij vis en XP, dus dat is handig. Eens even kijken, hier zo heen, oké. Okay. Uh, je bent volgens mij niet ingekomen, nog wel. Nou, nee, we gaan maar daar naartoe, want dat ziet er cool uit daar. Eens even zien. Ehm, uh, we even redden. Gaan we even wat sugarcane verzamelen? Want dat is wel redelijk belangrijk, vind ik zelf. Want, nou, uh, dat heb je straks nodig voor papiermeuk en alles. Dus dat uh, heb je nodig. En, uh, wat the fuck, waarom? Wat is dat? Wat? Uh! Jongen, wat is dit? Ga weg. Jongen, ga gewoon weg. My god, ik lek hier als de pest. Oké, okay, geef dat maar. Ja, ik weet dat hier een du- What oké, het zal wel. je normaal let ik nooit op die Pokémon geluiden, maar als er in één keer een spawnt in zo'n kleine kutvijver dan, ja, let ik er inderdaad wel op. Ik heb even een kopje thee hier trouwens. Dat ik in ieder geval nog wat te drinken heb hier, want ik zou waarschijnlijk weer kilometers moeten lopen voor één Pokémon Center. Holy shit, dat is een grote Claverie daar boven in beeld. Ah, kopje thee. Altijd goed, altijd lekker voor Pixelmon. Eens even kijken. Oh, je bent wel een hoog level meneer Cleverry. Of mevrouw Cleverry. Eens even zien. Nou, we een aardige berggeit aan het uithangen hier. Oh my god, nog meer sneeuw. Zie ik daar nog extreme hills? Ja, nee. Jungle Biome. Geweldig. Nou, er is wel wat nieuws daar, dus ik denk dat we daar maar heen moeten dan. Jungle Biome is beter dan sneeuw en daar kunnen we ook alsnog een Pokémon Center vinden, maar... Dan nog. Oh my god, is dat een... Uh... Wat, wat is dat voor Pokémon? Dat is een Pidgey. Holy shit, man. Die graphics zijn echt super cool. Dit ding is ook in één keer 10 kilo zwaarder geworden. Oké. Okay. Wat voor size is mijn Totodile eigenlijk? Um... Bam, 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 bam. Oh, ordinary. Oké, okay, normale Totodile dus. Oh ja, jongens, trouwens, als jullie nog leuke naapjes hebben voor Pokémon's of zo, laat het achter in de comments. Het wil niet zeggen dat ik sommige naapjes kies, maar uh, ja, als ik gewoon in één keer een supercoole naam tegenkom, voor bijvoorbeeld met Totodile, dan uh, uh, ja, ga ik hem wel doen. Alleen, ik heb zelf een hele leuke naam met Totodile genaamd Meukosaurusie. We gaan hem even meuk. Streepje. Oh, streepje. Saurus. Meukosaurus. Geniaal. Kijk, nou er is die de Meukosaurus van door de movies. Oh god, prachtig. Eens even kijken. Oh, hallo meneer de Piloswine. Swine. Hallo meneer Swine. Ik vind het zo jammer dat ze Swine in de game hebben gezet. Dat vind ik echt heel erg jammer. Even kijken. Het is ook wel handig dat ik mijn race minimap heb. Even kijken. Als ik hierop druk, dan krijg ik alles in beeld, toch? Ja. Uh, zie we zien. Waar zal alles zijn? Oh, oh, oh. Hier is extreem hills volgens mij. Ik wil echt niet de jungle in, maar goed. Zo. So. ze zijn lekker aan het vechten hier. Cave systems. Oh my god. Zijn dit de Magic Corps? Holy shit. Ja, kom maar, kom maar. Ja, 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 ja. ja. Hup. Kom maar. Kom maar, jongens. Ik zal mijn totale uitzonderingen gaan trainen. Moet ik nou echt in het water? Oké, okay, fine by me. Oké, okay, goed. Fight, scratch. Wat de fuck, waarom draait alles in één keer? Echt, ik heb oh. mijn god, geen idee wat er allemaal nieuw is. Nee, het ijs mag niet dicht gaan. Nee, please, ijs. Nee, oh god. Dat lijkt mij zo erg als het ijs dicht... Volgens mij is alles dichtgevroren. Als dat gebeurt, ga ik heel depressief zijn. Oh shit. Oh, de boven, de boven. Even een grote wak maken, want. Oké, okay, goed. Nou, waar, uh, hebben we vis gekregen? Of niet? Nou, hup, die matchy card. Dus even kijken. Fight. Oh, hij heeft watergun geleerd. Jee, goed zo, Meukosaurus. Het naap hier is wel een beetje verkrekt, maar ik vind het gewoon geniaal. geniale Gewoon Meukosaurus, gewoon. Er is gewoon geen Pokémon die gewoon meer swag heeft dan Meukosaurus. Gewoon, nee. En uiteindelijk evolueert ev ev je ev het wat voor Alligator of zo. Dat is echt super episch. Oké, okay, level 8. Dus even kijken. Waar is die vis dan? Nou, ik ga hem gewoon terugzwemmen naar het wak. Ademhalen. En dan gaan we met die Magic vechten. Ik moet wel toegeven, ik vind de graphics echt super episch. Echt, ze hebben echt een graphic boost aan, aan Pixelmon gegeven. Volgens mij heeft niet iedere Pixelmon een uh, uh, graphic boost gekregen, maar. Ik denk wel dat de meeste van de Pixelmons uh, in deze game een, een, een upgrade hebben gekregen. Tenminste, ik hoop het. Want ik vind de graphics super apes. Nou, level 9 alweer. Even kijken. Waar is het wak? Oké, okay, het wak is hier, gelukkig. Even kijken. Zo. Nou, jou nog even. Jongen, ik zei jou nog even. Goed zo. Uh, Oeh, Rage. Wat doet Rage? Wat doet echt helemaal niks. Nou, scratch dan maar weer. Geweldig. Volgens mij zijn waterstarter Pokémons de moeilijkste om te vinden. Omdat ze zeg maar alleen op strand voorkomen. En dat lijkt mij best wel handicap om het hele strand af te gaan zoeken naar van die Pokémons. Even kijken. Uh, is er geen vis? Droppen ze geen vis met tegenwoordig. Of zo, ik ben nog geen visje tegengekomen hier. Ik heb gewoon tijd een beetje te voldoen hier. Ik stomme toch te trainen. Jezus, moet ik nou aan eten komen dan. Wat weer eens bedankt, game. Zo, hier is een goed beetje karbs. Ik denk toch wel dat ik wat vis moet gaan krijgen van die kringen. Ik heb het nodig, dus ik zal het maar doen ook, denk ik. En ik level daarvan, dus wat dat betreft. En dat draait het om, hè. Overleven en Pokémon trainen. Eens even kijken, oké. Okay? Jee, is nu level 10. Nou, waar is de vis? Vis. Ik wil vis zien. Doe even dit uit even, hoor. Ik Kan ik het zien? Ja, dat, god, die dingen die kringen droppen gewoon geen vis meer. De fuck, man. Oh god, dat ding is hoog level. Dat ding dat gaat me tackelen de hele tijd. Kom op. Nee, tot het huil. Oké, okay, rennen, rennen. Dit is niet goed. 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 Godver jij, krank. Nee. Klote vis. Jo, jonge, jongen, jongen. Oh my god. Zijn dit nieuwe milk tanks? Jezus, hé. Hey. Holy shit. Oké, okay, die ding is een epic. Oh my god, die dingen zijn echt heel cool. Oké, okay, we moeten nou echt gewoon op zoek gaan naar... Of iets van een dode milkteak of zo. Want daar krijgen we ook vlees van, volgens mij. Of een Pokémon Center. Ja, maak elkaar dood. Goed zo, hup. Kill elkaar. Krijg ik eten, hopelijk. Oh god, die heeft milk drink gedaan. Dat gaat lang duren. God, nou, ik ga hier op wachten. nou, vergeet het. Yes, blins. Halleluja, daar hebben we 9 van de 10 keer allemaal Pokémon Center, dat is nice. Daar heb ik toch geen uur moeten lopen voor een Pokémon Center? Tenminste. Oh, nee. Zeg mij niet dat ze deze in de game hebben gestopt, hè? Ze hebben gewoon Aron in de game gestopt. Als de evaluaties van Aron in de game zitten. Holy shit, dan ben ik echt blij. Want die zijn echt heb ik. Oké, okay, wel, die staat sowieso in mijn om te gaan vangen. Aron. Maar ik wou echt dat is gewoon echt een van mijn favoriete Pokémon's. Gewoon omdat hij gewoon episch is. Even kijken. Nou, ja, ik kan niet meer rennen. Great. Moet ik dus dat hele eind gaan lopen. Jongen, jongen, jongen. Kom op, zeg. Nou, drink nog maar wat thee onderweg. Oh, Alex hallo. Eh, minimap, activeer. even kijken. Ik zie helemaal niks hier. Geweldig. Oh. Oh. Ik zie echt helemaal niks in beeld, hè? Geen Pokémon-centers. Geen villages. Helemaal geen reet gewoon. Nee, echt niet, hè? My god. En hier is Jungle Biome. Geweldig. Nou ja, het moet maar. Kan niet anders. Het zal wel. Ik heb gewoon een Pokémon-center nodig en eten. En ik doe er alles voor. Ik doe er alles voor. Ik heb eten nodig. Plus. My god. Geef mij. Oh, kijk, extreme stream heel schattig verder. Dat is nice. Dat is goed. Eigenlijk niet. Dan kun je mag ik Pokémon Center vinden. Hypno. Hallo, meneer de Hypno. Eens even kijken. Zie ik nou gewoon daar een. een hoe heet zo'n ding ook alweer? Een giraffe Oh my god, wel. Ze hebben volgens mij echt een bulk nieuwe Pokémon in de game gestopt. Volgens mij waren er iets van 50 of zo wat ze hadden toegevoegd. Ik weet niet. Ik weet sowieso dat ze Rayquaza in de game hebben gestapt. Die is echt epic. Die ga ik ook vangen. Dat is, dat is ook het doel van mij. Rayquaza vangen. Dat is op Zepdos na mijn favoriete Pokémon. Dus ik ga ook nog wel proberen om Zepdos te vangen. Maar daar heb ik een heel hard hoofd in. Even kijken. Oké, okay, wel. Ik ga nu de kant op van Bos en Desert. Oké. Okay. Dus die race minimap is eigenlijk wel heel handig om. Uh, ja, Pokémon en zo te vinden. Want, nou ja, je kunt de area ja Trouwens, ik, uh, ik kreeg die grote map door op X te drukken. Wat weten jullie dat? Dat is een Onix. Holy shit, nee toch? Hebben ze een Metang? Oh god, ik hoop zo dat ze een Metacross hebben. Kijk, ik weet dat dat, dat Pixom ons soms half werk verricht. Dat ze de ene evaluatie er wel in doen en de andere niet. Dus ik hoop van gans dat ze een Metacross erin hebben gezet. Misschien ga ik ook soms nog wel eens even met, met iemand iets met pixelmonden. Want, nou ja, ik moet soms ook met Pokémon ruilen en zo. Dus dan doe ik deze wereld gewoon in de server of zo. En dan ruil ik met, uh, met iemand of zo met Pokémon. En, nou ja, dat gaat dan off camera of zoiets. Dat ik dan gewoon wel de evolutie heb. Want ik heb geen zin in, in dat ik geen multiplayer doe. Dat ik daarom geen uh, ev evaluaties kan krijgen. Zoals Gengar of zo. Dat lijkt me wel heel droog. Oké, okay. scan activates. Waarom zijn er geen Pokémon centers in deze wereld? Wat is dit? Ik vraag één ding, game. Een Pokeball center, please. Sjongjong. En ik zie ook geen apricorns, hè? Waar zijn de Apricorns? Ik ga mij nog niet vertellen. Oh, kijk, hier is er één. Gelukkig. Ik ben bijna dood. Geweldig. My God Jezus. Ik moet echt nu heel voorzichtig gaan leven, want. Nou, is er gewoon niks? Oh, daar is weer Plains volgens mij. Dus die kant moet ik op. Oké, okay, een beetje naar het uh, oosten, zeg maar. Een beetje die richting. En zien we zien. Ik ga de aflevering denk ik niet eerder stoppen als wanneer ik een Pokémon Center heb. Want ik wil heel graag een Pokémon Center. Want anders zie ik het nut er eigenlijk niet van in. Hé, hey, een Abra. Ik vind het wel een mooie wereld, zeg maar. Hij heeft heel veel diversiteit. Dat vind ik wel heel mooi. <laughs> Die gewoon als je hebt maar een half hartje. Als je nu dood gaat, dan uh, wordt het rage-en geblazen. Even kijken. Uh, Oké, okay, daar hebben we met planes. Ik snap het niet. Ik zou toch op die minimap gewoon toch een Pokémon center moeten zien. Of, of pak de Race Minimap dat niet of zo? Ik weet het ook niet meer hoor. Oké, okay, grote planes, dat is goed. Planes heb je de meeste kansen op Pokémon te tegenkomen. Tenminste, dat denk ik. Ik weet niet of het waar is. I think so. Uh, desert. Geweldig. Hebben we heel veel aan. Uh, ik zie echt helemaal niks op de map. Helemaal gereed, gewoon. Ik heb ook al een geen van gevonden. Ik heb geen sprit meer. Arr. Zie je, we zien. Kom op, game. Alles wat ik vraag. Oh god, dan begint de jungle alweer. Het enige wat ik vraag, game. Is een Pokémon-centertje om mijn zielige Meucosaurusje te helen. Please, game, please, please, please. Don't do this to me now, Beckhams. Please, it. Pokémon Center, anywhere, please. Please. I need a Pokémon Center. Oh, oh, oh. Wel lava pits, dus ik denk dat ik wel eventueel een Pokémon Center zou moeten tegenkomen. Ik vind het wel een hele mooie plains biome. Even kijken, wat voor dingetje was dat? Oh, een uh, groene. Die neem ik even mee. En wat de fuck is dat voor denk daar? Nou, ik weet het niet. Ik laat alles maar gewoon over me heen komen in deze game. Ik, ik heb trouwens ook nog geen enkel lijstje zeg maar, van Pokémons die ik wil vangen. Behalve Rayquaza. Want dat is het doel van mij in deze serie. En ik wil uiteindelijk nog wel wat fossil Pokémons hebben en zo. Uh, gewoon een beetje de normale Pixelmon uh, dingetjes. Gewoon een beetje gaan doen en zo. En nou uh, dat zit eigenlijk. Apricorns farmen, huisje bouwen. Dat staat voor het eerst op de kaart. En we hebben de Pokémon zetter! Halleluja. Halleluja. Halleluja Halleluja. Niet het mooiste Pokémon center, maar ja, die moeten we er voor over hebben hè? en niet een gat in donderen, als je belieft, want dan eh, uh, bedek jullie oren maar want dat gaat niet, 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 niet leuk worden voor jou niet en voor mij niet Eens zien we zien, oké okay, goed Hupty durpty durp, derp. acute waypoint hier zetten Oh, jezus. Oké, okay, nou. Hele de spawn maar het interesseert me niet. Oké, okay. waypoint. Uh, waypoint at eh, uh, poker center. Mooi ras, prima. En dan, off, back. Exit menu. Heelen. Holy shit. Man, man, man. Oh my god. Oké okay, dan. Nee, we zijn bij het poker center aangekomen. Dat is heel mooi. Heel mooi, heel mooi. Eens even zien hoor. Oké, okay, nu gaan we eens even naar Burton. Zo. Oké okay, dan. Maar jongens, weet je wat ik ga doen? Ik ga het hierbij laten voor vandaag. Ik hoop dat jullie een like achterlaten als jullie van deze aflevering hebben genoten. Volg me dan even op Twitter shadowgames23, want daar zie je alle updates over deze serie. En natuurlijk, abonneer voor meer Minecraft Pixelmon. En dan zie ik jullie de volgende keer weer bij meer Minecraft Pixelmon. Dus ja, later mensen.